Het is Damien Klaassen in de baas. De punten. Zij komt in de laatste bocht uit. Ze had een splittijd van 26.4 en zat 3,7 seconden achter Jelte Nijs. Terwijl Damien Klaassen het laatste echte stuk op gaat, is voor de volgende dame ook natuurlijk in de baan. Dus Anja Jacob, zij doet het voor Jos BMX Team. We gaan eens kijken naar de eindtijd van Damien Klaassen, die over de finishlijn heen komt in 51.9. Het is Anja Jacobs die voor Jos BMX Team uit de tweede bocht heen komt. 24.8 in de split. Dan is het Michelle Laponde die voor start is gegaan. Zij gaat daar een starttijd neerzetten van 2.6 seconden. Anja Jacobs alweer op het laatste rechte stukje. En daar zien we dat het er goed uitziet voor Anja. Laatste paar metertjes en gaat ze om die tijd neer verbeteren van Jentel Nijs. Anja Jacobs over de finish in 49.2. 4.3 seconden langzamer dan Jentel Nijs. De snelste dame tot nu toe in de categorie Girls 15-16. Michelle Laponde, zij gaat het laatste bochtje inkomen. Komt het laatste rechtstuk nog even over. Ze had een tussentijd van 24.7. 2 seconden langzamer door Jentel Nijs, de snelste dame tot nu toe in de girls-categorie 15, 16 jaar. Michelle Laponde verbeterde zich over de finishlijn heen en zet een eindtijd neer van 48.4. Volgende dame aan de start.